Hallo. Wat is met jullie jongens? Zijn we er nog? Hey. Kan ik mezelf even laten zien? Oh nee, 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 nee. Oeh. Zo, dat ging even bijna goed verkeerd. Oeh. Ja jongens, kom hier naartoe. Kom maar. Door het vuur. Kom jongens, deze kant op. Oeh. Hoppakee. Het gaat lekker zo. Hoeveel heb ik er? 1. Nou, dat is niet lekker. Ik heb er weer 2. Gaat goed zo. Ondertussen blijf ik wel 12, dat tikt ook leuk aan. Oeh, ik ga bijna dood. Niet dood gaan hoor. Ja. Ik kan niks beloven. Nog daar. Wat stom hé. Wow. Juist, dat wou ik. Heel goed. En nu? Nu jongens, hier moet je zijn. Hoppakee, hoeveel heb ik er nu? 3. Nou, perfect. Nou, allemaal lekker hierin vallen. Even eten anders, dat is misschien handig. Goed. Zo. Ik probeer hem een beetje op te knappen, die spawner van keulen. Zodat hij zeg maar nog wat makkelijker de monsters allemaal voor onze neus geleid. Over welke spawner heb je die? Een vleespawner. Oh ja. Zo. Ik leg het toch bijna af, maar het is me wel even gelukt. Misschien moet ik even mijn drankje gebruiken anders. Zo, kan ik even door nu. Goed, mensen, kom maar deze kant op. Zo, voorzichtig gewoon. Spinnen. Heb ik nog een blokje? De stellen wordt je opgeblazen. Ja, is dat moeilijk. Mooi. Kom op jongens. Prachtig. Dit begint echt op te lijken. Zo. Lekker dit zeg.
Lekker relaxed. Hier, jongens, hier moet je naartoe. Kijk eens. Hallo. Hallo. Komen ze hier naartoe. Dan nemen ze te grazen. Hoppakee, kom maar. Ga ik daar zo een goede zwaarte op maken? Dat is niet zo handig. Hoe liep het achter? Maar goed. Ik heb nu 8 rots. Lekker, hè? Dat klinkt goed. Nou, ik ga een beetje voorstaan. Ik heb zo'n... Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb zo'n gat gemaakt en dan kun je ze een beetje uitdagen zo. En dan komen ze op een gegeven moment zien ze en dan komen ze naar beneden. Dan vallen ze allemaal dat moordgat in. Nou, hop. Inmiddels ook level 15. Dat gaat dan ook lekker. Nou, ik geloof dat we wel even genoeg hebben, of niet? 10 blazerots. Hebben we nu genoeg? Jawel, toch? Oh, wacht even. Ja, hier. Ik had meer dan genoeg. Weet je, wat is het? Je hebt namelijk niet blazerots nodig om die ender ijs te maken, maar van het poeien. Ja. En daar heb je de 2 van. Ja. Ja. Maar ik heb een hele veel level 16 dan. Dan maak ik daar volgens even een mooi zwaard van. Oh jongens. Oh, het is heel druk. Heel leuk. Zo, nou, prachtig. Oh, oh, wacht, oh, stop, jongens, stop, 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 stop. Yes. En level 16, heel mooi. Nou, kom ik hier weg, zo. Oh, maar even, drankje van snelheid heb ik ook nog. Dat ga ik allemaal gebruiken. Hey, dat is ook nog wel een idee. Oh, zie mezelf gaan. Oh, oh, verkeerde kant op, die kant op. Zo, dit is fijn zeg. Geldt ook dit, als je in een boot zit? Dit zijn snelheden. Nou, dat dacht ik niet. Maar dit zijn wel de snelheden. Heerlijk. Heerlijk. Vliegen doorheen. Bijna. Praktisch. Dit komt toch dicht in de buurt van vliegen. Hoppakee. Hier gaan we eruit. Hallo zie. Hier ben ik weer. Ach man, wat gaat het snel. Het was ook wel gevaarlijk in de netten waar overal lava ligt, maar vooruit. Ja. Ik zie het. Licht. Hij is alweer uitgewerkt, maar toch. Het is wel mooi vlot gegaan, al met al. Nou, dat is toch zo even lekker. Een knap relaxed avondje. Ik bedoel, dit is niet te geloven zeg. Misschien moeten we toch de volgende keer weer een mooie Vex-kaart doen. Puur voor het vermaak. Ik ben ook zo kalm dat ik dit nu gewoon durf te zeggen. Terwijl ik zo'n kaart doe, dan denk ik altijd bij mezelf... Waarom? Aan begonnen. Waarom, precies? Welke idioot bedenkt dit? Ach man, wat gaat het fijn. Wat gaat het fijn, wat gaat dit fijn. Hier is de poort. En schapen dan? Hé, hey, ik heb hetzelfde wat jij had, joh. Ik zit hartstikke vast in die poort. Wat een vaag probleem is dit, man. Ben je er wel eens uit en in gegaan?
Nee, heb ik het niet gedaan. Toen heb jij mijn oplawaai geschreven. Hmm. En toen was ik eruit. Nou, dat lost het probleem blijkbaar op. Eruit en erin. Ga je er ook uit? Ik moet ook even uit, Jan. Ik loop ook tegen iets aan wat... Oké. Het is een enorme boom. Ja, het zijn meestal bomen. Nou, zeg, prettig. Ik heb 4 enderogen, 10 blaze-staven. Zeg ik dat goed? Of staven. Serieus. Vakantie dan, dan gaat mijn kennis van de Nederlandse taal helemaal aan gehoord. Staven. Ja, staven. Staven. Ik heb een zwaard en dan ga ik... Of zal ik gewoon iets op mijn pakje gooien? Dat is ook wel leuk, hè? Nee, toch wel op mijn zwaard. Ik vind het zwaard leuk. Even een zwaard betoveren. Wil ik wel een nieuw zwaard. Ik vind dat hier weinig dieren rondlopen. Weet je wat ik doe? Ik gooi deze twee gewoon op één hoop. Weinig dieren. Ja. Dat zou kunnen. Dat weet ik ook niet. Ik gooi gewoon alles op mijn zwaard. Kijk wat ik krijg. Nee, ik wil ook iets op mijn houweel gooien. Ik wil een houweel en daar wil ik iets op. Ik ga nu gewoon alles op een houweel doen. Kijk wat ik krijg. Level 16 wil ik. 16. Duurzaamheid 2. Nou. Een beetje suffe. Een beetje suffe spreuk dit. Nou ja, doe maar. Hey, lekker dit zeg. Ga ik nog weer naar jou toe lopen? Dat kan ik wel doen, maar dan moet ik wel eventjes wat meenemen. Bedden. Ja, bedden. Wol. Hoeveel wol hebben we nog? We hebben nog 3 wol. Is 1 bed genoeg voor ons tweeën? Weet ik niet of dat werkt. Nou, dat proberen we maar gewoon. Als je doodgaat, dat je dan daar even lekker terecht komt. Ja, ja, dat bedoel ik. Dus ik maak gewoon 1 bed, want daar hebben we nog genoeg spul voor. Zo. Ik zou een beetje wezen lopen, maar ik kom ook geen schapen voor tegen. Ja, maar je kunt het met spinnenwol ook doen, hè? Ja. Even nou, kijken. Daar hebben we er wel behoorlijk wat van. Nou ja, maar ik heb al een bed nu. Praktisch, bijna, ongeveer. Ja, maar dat is 1. Maar dat is dan degene die het laatst in geslapen heeft. Is dat echt waar? Is dat voor de ander niet meer zo? Nou, voor mij werkt dat zo, man. Oké. Okay. De zon gaat bijna onder. Lekker spannend. Oeh, ik heb wel een licht gevoel in de onderbuik als ik van die berg afspring. Op de een of andere manier leef ik me dan toch te veel in, denk ik. Ik hou ook al niet van achtbanen en sowieso vliegen in het algemeen. En dat bevestigt mijn telefoon, jongen, die bzzt en die zoomt en die doet maar. Allemaal leuke mensen. Die mij feliciteren met mijn 24e verjaardag. Precies. Oh, was maar waar. Zo. Een lekker potje nachtzwemmen. Dat lijkt het te gaan worden. Maar goed. Wat dan wel weer handig is dat we die fakkels goed zien. In het donker. Ik neem even een slokje. Mm. Zo, daar ga je, ouwe. Dat zei ik even tegen mezelf, hè. Spetter, pieter, pater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Ik kom een druppel later. Het filmpje wordt dus niet meer, wordt dus afgekeurd door YouTube. Nee, joh. Dit lijkt in de verste verte niet op Herman van Veen. En als het er wel op zou lijken... Nou, dan ben ik er trots op dat dit afgekeurd wordt. Zo gaan we om hier ook een bootje te hebben liggen, denk ik. Het is allemaal heel relaxed en zo, maar... Ik had ook even een hengeltje uit moeten gooien. Ik zie daar allemaal ozelotjes lopen hier zo. Ozelotjes? Ozelotjes. Bijzonder. We
gaat dat woord, dat ding ook, die tongtwist er ook alweer. Lieselotje leren lopen? Nee. Liefste lopen? Hoe gaat hij nou toch? Zo'n tongbreker. Weet je wat ik bedoel? Je weet heel goed wat je bedoelt. Net zoals de kat kapt de krullen van de trap, maar dan die andere. Met Lieselotje. Liesje leerde Lotje lopen langs lange lindenlaan. Ah ja. Wat ik dat nou ook weer moet zeggen. Hè? Dus we kunnen zeggen, Liesje leerde haar oostlotje lopen. Liesje's oostlotje leerde lopen. Ik denk dat jij behoorlijk onder de invloed bent van het een of ander. Ik vind anders nog wel een paar spitsvondige spreukjes. Ja, ik ben benieuwd of ik dat morgen als je dit terugziet nog steeds zo vindt. Ach joh. Ik precies, zo is het ook weer. Hier ligt wat hout. Het lijkt erop dat de boot te pletter is geslagen. Hey. Ja. Oostenwind? Ik weet het niet. Wat is dit? Ik weet het niet, het komt bij jou weg, niet bij mij. Oh nou. Gaat jouw iTunes ineens bijzonder doen. Nou, ik ga hier lekker. Het is wel. Nu we die fakkeltjes hebben liggen en alles zo, ziet het er meteen wel een beetje gezelliger uit zo. Dit bootreisje. En de sterren. Oeh, wacht even, niet te creepen nu voor mijn bakkers, heb ik geen zin in. Hup. Woestijn rechts. Ik ben onderweg hoor met een bed. Even voor het eten. Goed. Nou ja, het kan wat duurzaamheid 2 zijn, maar hij glimt er wel mooi bij. Het kost je 16 levels, maar ik hoop dat hij de rest van dit seizoen met me meegaat. Ach jongen, wat is het toch weer mooi aan het werk. Waar is de maan? Daar. We hebben een halve maan. Vakkertjes. We gaan er mooi mee. Volgens mij zijn ook bootjes straks wat beter te handelen. Zou wel handig zijn. Ja, het is ook wel leuk, toch? Het gaat net. Het gaat net, ja. Dat is wel weer zo. Ik vind het echt een mooie kaart. Misschien moeten we gewoon deze gebruiken straks. Oh ja, even voor de mensen thuis. Ik bedoel hiermee, wij zitten met onze leden van de server. Privé server, doe geen moeite. Vraag het niet. Maar met de leden van onze privé server zitten wij een beetje te steggelen over. Wat doen we straks als de nieuwe Minecraft uitkomt? Doen we een gewone kaart of gebruiken we die nieuwe optie waarbij je die hele grote biomes kunt krijgen? Wat voor seed gaan we gebruiken? Heeft iemand voor ons een mooie seed gevonden? Nou, laat het weten, want dan willen we dat die gaan gebruiken. Nou, dat soort dingen zitten nu een beetje over de bakkeleien. En eigenlijk hebben we al een mooie seed. Dus vind ik eigenlijk best een mooie kaart dit, hoor. Ja. Nou, ik ben er. Ik heb het bootje... dat gaat nu te pletten slaan op het strand. Nou ja, zo werkt dat dus. De deur stond open, dat heb ik dan denk ik gedaan. Dat was niet helemaal de bedoeling. Je hebt een mooi hekje gemaakt zo rond de trap naar beneden. Ja. Volk. Oh, ik zit even in de mijn. Hier is het safe. Nee, ik gooi even die paar parels erin. Of ogen nu. 1, 2, 3 en 4. Nou, we hebben nog 5 van die rakkers nodig. En dan kunnen we naar die end. Nou, dat klopt natuurlijk niet. We moeten nog heel veel zooi hebben ervoor. Maar dat kunnen we wel gewoon, weet je wel, zoals pijlen en zo. Dat kunnen we rustig wel gewoon door de week heen, zeg maar. Wel een keer een beetje regelen. Kippenfokken en alles. Hup. Bed. Poef. Hoe krijg je wol dan? Nou, ik heb geslapen. Zo, dat is prettig. Heb je wol gemaakt? Nee, hoe moet ik dat doen?
Waar heb je dat spinnerag? Heb je genoeg? Ja. Hier ligt het niet in. Nou, ik, weet je, ik heb het bij me. Oh. Kijk. Oh, dat is heel veel. Zo, dat is echt heel veel. Heel veel spinnendood gemaakt. Denk ik. Oh nee, spinnerag. Nou ja, dat werkt ook. Hoe zat het nou toch? Ik weet het ook al niet meer. Ik weet niet meer. Oh ja, zo. Gewoon stapels van 4 maken. Nou, hup. We hebben heel veel wol, 12 wol nu. Nou. Even een bedje maken. Heb je hout nog? Ik heb wel hout, jongen. Ik maak wel even wat. Hup, hup, hup. Gewoon witte wol. Hè. Nou, Verkeulen, we zijn... We zijn op afstand. Hup. Ze zeggen, ga lekker liggen. Lig je? Kijk. Het is dag. Hé, hey, mooi man. Ik vind dat we toch weer een slag geslagen hebben vanavond. Vind ik ook. Ik moet zeggen, ik wil nog wel even die mijnen, of die... Verlaten mij in, maar als ik heel eerlijk ben, doen we dat lekker de volgende keer. Want ik ben wel een beetje brak, merk ik. Dus ik wil nog even lekker rustig aan doen. En dan pakken we het de volgende keer weer op. Leuk. Man, wat was leuk dit. Wat een succes. Nou. Wat een successtory is dit. Jottem. Nou goed, ik schakel even over zo. Even naar de... Ja, oké. Okay, nu zien we... Even zo. Nu zien we Verkeulen en mijzelf staan. Ja. Nou, mensen... Zijn we eigenlijk wel dood gaan Verkeulen? Nee, hè? Maar jij een paar keer in het begin. In het begin een paar keer. Nee, we hebben het dus bijzonder aardig ons er vanaf gebracht vanavond. Sorry daarvoor. Maar wij vonden het wel heel leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden naar te kijken. Als je het nou echt leuk vond, is het altijd fijn dat je even die duim omhoog aanklikt. Want dat is, ja, ik word er gewoon heel vrolijk van. Ik merk altijd dat maakt mijn dag altijd erg goed. En als je nog geen abonnee bent, klik even op die knop abonneren. Dan ben je op de hoogte voor de volgende keer. Want dan, dan hoor je er lekker bij en dan verwelkomen we je met open armen. Ik het even keuken. Dan verwelkomen we je natuurlijk met open armen. Gooi die video's even bij je favorieten. Want het is altijd leuk. Citeer hem even. En nou ja, het hoeft niet tegen de tijd dat jullie dit zien. Dan ben ik al een jaar ouder, denk ik. Hey, dat was hem. Bye bye. Doeg.